musical babe Chantal Jansen en ex-soapie Roel Kieverloster hevig op los. Ik dacht dat hij mij niet leuk vond hij dacht dat ik hem niet leuk vond. Dus we hebben een tijdje echt helemaal niet echt met elkaar gesproken. Maar ik vond hem meteen al leuk. Roel trekt al snel zijn stoute schoenen aan. Hij vraagt tijdens een etentje of hij naast er mag zitten, waarna de vlam in de pan slaat. Ik heb de hele avond alleen maar aan het kletsen geweest met andere mensen. En aan het eind van de avond zei ik tegen hem, hoe heette jij ook alweer? Ik ga nooit zoiets in relatie in van zo, dit is even leuk voor nu, maar ik wil er verder niks mee. Nee, dus ik zie dat altijd heel serieus. Maar Roel kan Chantal niet lang boeien. Eén kerst met hem is voor de sproetjeskoningin meer dan genoeg. Nog voor het eind van 2006 staat hij in de kou. Als je heel nuchter erachter komt van, het past toch niet bij elkaar. Ja, dan is het stom als je daarmee doorgaat. Nou, dat was een archiefbeeld, een reactie hoe ze in zijn algemeenheid over zoiets denkt. Ik heb Chantal vanochtend aan de lijn gehad, u gevraagd, wil jij in ons programma vertellen hoe het allemaal is? En heel raar, dat wilde ze niet. Nee, maar op zich vind ik dat heel goed, omdat ze ook nooit hard geroepen heeft hoe fantastisch het was. Snap je? Ik ben ook niet de koningin die zegt, ga nou de troonrede voorlezen, landgenoot is uit met Roel, dat zit er niet in. Maar ze hebben vanochtend wel verteld dat ze inderdaad uit elkaar groeiden, dat het spannende uit de relatie wel verdwenen was. En ze zei, daar zijn we gewoon allebei te jong voor. En het was ook niet zo dat ze echt ontzettend samen woonden. Dus dat een enorme boedelscheiding moest zijn. Ik zeg, moet ik Bram dan nog even op je afsturen? Ze hebben het gewoon geprobeerd en het is niet gelukt. En het is gewoon niet gelukt. Nou, die dingen gebeuren. Dus ze zit nou lekker alleen in de flat. Op dit moment zit ze met allerlei naakte mannen of halfnaakte mannen in Utrecht. Te repeteren voor de musical Tarzan. Ik leg het maar even uit. Dat daar misverstanden over ontstaan. En ik zeg, ja, dan bof je toch niet met die musicalwereld. Daar past het van de mannen. Maar niet alle mannen vallen op vrouwen. Maar ze blijft zoeken. En als ze iets heeft, houdt ze op de hoogte.